Welkom terug bij een nieuwe Rocket League Ones video. De nieuwe season is begonnen, dus we hebben nieuwe kansen. Ik hoop deze season toch wel echt de champ te halen, weer met Ones. Maar we gaan gewoon kijken. Als eerst moeten we de team placement matches, dus laten we eerst kijken wat daaruit komt. Eerste potje tegen Carrot Stick. En we gaan gewoon kijken wat het gaat brengen vandaag. Gevaarlijk. Snel spelen. Oh mijn god. Oh, wat doe ik? Dat is echt een actie voor mij. Oh wauw. Die is nog goed voor hem ook. Ik dubbeljumpte niet. Ik heb zo hard deze goal weggegeven. Gewoon letterlijk van een goal naar mij. Naar een goal naar hem. En dat is allemaal omdat ik het gewoon helemaal verpestte. Gewoon close houden. Oh wauw, hij wachtte echt heel goed. Dat deed hij nice. Hij wachtte perfect. Dat heeft hij heel goed gedaan. Ik had niet zo agressief moeten gaan. Ah, no. Dus kan ik opvangen en snel genoeg meenemen. Fair enough. Eén goaltje teruggepakt. En die andere twee heb ik weggegeven. Dus die zou ik ook wel terug moeten kunnen pakken. Zou je zeggen. Oké, fair enough. Gewoon tijd nemen. Ik lijk wel wat meer frame drops te hebben naar mijn gevoel. Woe! Hoe is dat geen... Om hem heen. Snel meenemen. Om hem heen spelen. En de lucht ingaan. Bump. Ja, maar hij had alsnog de bal. Hier, die frame drops. Ah, come on. Fair enough, hij mist. Kan ik die snel spelen? Ja, maar niet snel genoeg. Oh wacht, hij geeft mij ruimte. Dan ga ik die gebruiken. Ah, slechte flik. En totaal geen recovery. Fair enough. Ik weet alleen niet waarom. Het voelt echt alsof ik heel weinig frames heb. Fake die. Een blok. Over hem heen? Nee hoor, weer een slechte flik. Come on, bro. What am I doing? No. Oké, fair enough. Fair enough. Deze keer wel. Nice, teruggepakt. En nog steeds waren die andere twee goaltjes eigenlijk... Die tekst vind ik grappig. Die twee goals waren eigenlijk gewoon mijn fouten net. Dus die zou ik nog wel terug moeten kunnen pakken. Delayed flick. Die had ik aan zien komen. Gaat op de blok. Nee, dit is een goaltje voor hem. Niet nog? Oh, wauw. Oké. Wauw. Dat heeft hij verpest. Dat heeft hij echt heel erg verpest. Hij had zo makkelijk kunnen scoren. Ik had zo'n slechte recovery. Ah, mijn slechte kick-off. Ik voelde hem al. Bounce verder. Ah, te ver naar voren. Kijk, dat irriteert hem sowieso wel. No, no. Ik draai de verkeerde kant op. Ik gebruik de verkeerde arrow. Blok, fair enough. Ah, dit is wel awkward. Ja, ik had geen momentum meer. Sowieso had dat de gods voor hem moeten zijn, want sowieso had ik hem veel te ver weggegooid.
Dit is dan wel echt weer jammer. Die is niet in. So no worries. Ga voor de boost. Okay, fair enough. Kijk, die. Nee, dat was zo niet de bedoeling, hè? Ah, hij heeft hem ook nog. Snel schieten. Ah, ik dacht dat hij zou gaan challengen. Die heeft hem nog. Hij heeft weinig boost, though. Dus ik kan hem gewoon. Ik ben te greedy. Ik ben te greedy. Ik heb geluk hier. Voorlangs. Fair enough. En hij mist de boost ook. Oh, dat is vervelend voor hem. Ik heb geen controle. Cheat. Dit is een goaltje. Dit is geen goal. Wauw. Pins met hem. Jammer. Ik ben terug. Ah, het duurt lang voordat hij er is. Dus ik heb helemaal geen momentum meer. Dit is wel een goaltje. Ik deed echt rustig aan. Ik was echt bang. Ik was echt bang. Oké, nu moet ik het gewoon niet verpesten verder. Nice. Gewoon tijd nemen. Ik neem gewoon tijd. Oké, GG. Fair enough. Eerste potje, goed potje. Lekker potje. Eerste een rank match. Tweede game tegen Crazy YouTube. Oh, hij zit ook YouTube. Wat leuk. Zou ik ook op zijn kanaal komen? Pins met hem? Ah, niet helemaal hoe ik hoopte. Hij heeft geen boost, dus ik kan hem gewoon laten bouncen. Dat bedoel ik. Hij had helemaal geen boost, dus dan is hij helemaal awkward. 905 MMR, dat is ongeveer waar we eindigden vorige season. Ik neem hem wel met de lucht in. Onder hem door, want ik hoorde hem springen. Niet helemaal gelukt. Oh, dat kan nog een goaltje worden ook. Fair enough. Ik heb weinig controle. Achter hem. Wow, oké. Zo had ik hem ook weer niet verwacht. Ik ben te ver voor de boost die ik heb. Goeie blok. En hij geeft de bal weg. Ik geef hem aan. Ja, dat is heel slecht. Wat een domme fout. Die touch was zo onnodig. Ik heb geen boost, dus dit is eng. Ah, dit is nog steeds eng. Ik wil boost. Fair enough. Niet, hij gaat die boost stelen inderdaad. Dus geen boost gebruiken waar het niet nodig is. Iets te ver links. Dat werkt. Dat is nice. Ah, come on, wat doe ik? Ik neem hem wel. Oké, fair enough, die verdiende ik. Wauw, die lame respawn? Hallo? Wat is dat? Ik had vet harder die lame respawn. Ja, maar hallo? Ah, hij volgt close. Het is goed van hem. Hij mist. Oh. Miste die of fakte die? Miste die of fakte die? Volgens mij miste die hem gewoon. Ja, hij miste hem gewoon. Oh. Oké, fair enough. Fair enough. Laat hem zijn dingetje doen. Blok.
Fine, hij heeft weinig boost. Hij gaat deze gewoon tikken. Hij blijft close voor een of andere reden. Snel flikken, niet snel genoeg. Wil zijn boost pakken. Hij gaat chasen. It's all good. Ik pak gewoon de tijd hier. Ik schiet hem hoog. Dan moet die boost gebruiken. Laag. Ah, hij kwam niet hoog genoeg. Hij probeerde hoog, dus mijn actie was op zich goed. Alleen, het is jammer dat hij zijn actie niet goed uitvoerde. Maar we hebben een goal. It's fine, it's fine. Nog eentje terugpakken, nog eentje. Achter hem langs en ik heb een goal weggegeven. Bump hem nog. Oké. Ga maar iets doen, inderdaad, de lucht in. Hij heeft verder niet zo heel veel meer. Dat bedoel ik. Achter hem langs en ik heb hem verpest, zou ik zeggen, maar hij saved hem niet, dus dat is nog fijn. 3 gelijk. Nice, good start, good start. Ik ga niet de lucht in hoor, ik schiet hem gewoon hoog. Dan moet hij een awkward touch maken. Hij gaat voor deze boost, dat weet ik zeker. Dan gaat hij ook voor deze boost. Dus hij heeft nu geen boost en dat maakt hem awkward. Ik gebruik veel te veel boost met die actie. En ik fake hem. En dat is een goaltje. Nice. Het werkt. Het werkt. Blok. Ik ga gewoon voor deze booster. Zou ik op tijd moeten zijn. En ik doe het. Ik ben niet op tijd. Dat is wel heel jammer. Wauw, oké. Okay. Fair enough. Of wat doe ik? Oké. Okay. Ik weet echt niet wat ik aan het doen ben. Ah, ik geef hem weg. Ik hoop hem op goal sneller te kunnen schieten. Oké, ik ga gewoon even boost in positie pakken. Die mag hij raken. Pak ik zijn boost hier wel, want daar wil hij voor gaan. Ah, hij had nog de recovery. Die mag die 7. Ah, ik geef hem weg hier. Ik ga voor demo. Ah, ik had een bump, geen demo. Ah, come on. Dat is zo hinderlijk, hè? Dat die daar zag zo goed uit. Ik dacht, die bump heeft wel meer gedaan. Ik zat gewoon op tijd te spelen. Oh, kom op. Nee, ik laat hem wel gewoon vallen. Nog een kick-off. Nog een kick-off. Dat zou een goaltje moeten zijn. Yes, we hebben hem. We have it. Nice. In ieder geval, GG trouwens. In ieder geval, al 2 potjes gewonnen deze. Dus sowieso, deze video is een win. Oh, hij zei nog iets van you suck bro en verder kon ik hem niet lezen. Maar dat is sowieso iets aardigs. De derde en laatste game tegen RW1. Oeh, ik was bijna bang dat ik hem overgeschoten had. Ah, maar ja. Eerste game. Of haar eerste goal binnen. Slechte kick-off. Daar moest ik hem delayen. Maar dat werkt. Nice. So bad. Oké. Okay. Zo slow. Ik delayde hem. Daarom was hij slow. Fair enough. Je hebt gelijk. Hij was slow.
Was alleen de bedoeling. Tik hem maar. Ah, geen demo. Ik ga gewoon voor de demo. Dat irriteert hem, ga ik niet halen. Oké. Greedy dat hij daarvoor gaat en dom van mij dat ik die niet save. Oh mijn god, wat doe ik? Die is niet in. Fair enough. Oké, hij ging gewoon niet. Die is over. Nee, niet over. Oké. Ik heb heel slecht gespeeld weer. Kom op. Wat doe ik allemaal? Fake hem. Oké. Ik ga voor de demo. Ah, kom op. Gewoon een touch. Ah, ik wou hem cutten, maar dat werkte niet. Hoezo werkt dit allemaal net vervelend? Mijn acties zijn allemaal gewoon net dom. Blok gaat. Die is in! Oh. Hoog schot, snel schot. Snel genoeg, nice. Die heeft teruggepakt. Die challenge was zo. Die vorige, die was zo stom. Dat die ingaat. Dit is geen speedflip wat ik doe. Wauw, ik krijg hem niet over hem heen met die challenge. Ah, come on. En ik heb lag spikes, dat mijn flip gewoon niet eens werkt. Oh. Dat is hinderlijk. Dat ik gewoon weer door lag spikes een goal tegen krijg. En teruggepakt. Dit gaat lekker deze game. Dit gaat lekker deze game. Ik wacht hem wel gewoon af. Hij gaat. Als die in mijn net had geweest, dan had ik echt wel. Die gaat omhoog. Ik had niet verwacht dat die zo ver omhoog ging. Ik wou die demo. I get fucked by the game. Wat is dit nou weer, man? Hoe had ik die demo daar ook niet? Hoe kreeg dit daar precies? En waarom kijken ze allemaal hun kick-off of hun replay af? Gewoon bijna iedereen de hele tijd. Ik ga voor de demo. Ik ga niet eens. Hier weer. Wauw, ik krijg de boost ook niet. Wat is mijn ping? Mijn ping is maar 18. Wat is dit dan? Waarom word ik dan? En krijg ik lag spikes en heb ik gewoon. Nou, of ik ben echt niet goed aan het opletten of zo. En voor mijn gevoel heb ik echt al 3 keer de bum moeten hebben. En 2 keer de bal of zo. Die ik dan gewoon niet krijg. Die miste ik wel echt gewoon, maar dan nog is het wel hinderlijk. Ik pak totaal mijn positie niet, man. Wat is deze game? Wat ben ik deze game aan het doen? Ik wil hem terugpakken. Ik weet niet wat ik deze game aan het doen ben. Ik word half genaaid, maar ik ben zit volledig zelfs stom te. Ah, laat maar zitten. We gaan de vierde laatste game doen. Kom op. Ik wil niet zoals deze game eindigen. Dat was echt gewoon hinderlijk. 4 en deze keer echt laatste keer tegen een Grand Champ. Fair enough.
Nee, niet op tijd. Ah, fair enough. Ah, hij heeft positie niet meer. What? Ik ga hier zo langs. En ik ben nu nog verkeerd opgesprongen ook. Oké, dat mag, want hij heeft nu verder niet echt meer positie. Nu wel weer, oké. Hij heeft die boost. Ah, dat is prima. Ik schiet hem weg, ik geef hem weg, ik geef hem weg. Hij was al omgekeerd, dus hij had hem sowieso aan. Je kan wel echt aan de snelheid zien dat het wel een Grand Champ is. Maar goed, dat was ook weer niet zo slim van hem. Maakt niet uit. Ah, slecht schot. Die had ik moeten hebben. Mijn positie geeft niet echt druk, hij gaat laag. Hij gaat niet laag, maar hij is niet in. Snel schot. Hij overcommit. En daar maak ik gebruik van. Dat is nice. Alleen mijn druk is niet echt hoog deze game. In ieder geval tot nu toe niet. Blok. Die gaat hij nog een keer hitten. Ik mis. Oh. Oké. Ik ben terug. Ik heb het overleefd en ik heb weer boost. Hij heeft niet echt positie. Die tweede touch was zo niet de bedoeling, hè. Petjes pakken. Naar hem toe. Zijn corner had ik niet eerder gehaald. Hoe heeft hij die recovery? What? Die mag die hitte, gaat die toch aan mij geven. Precies. Goeie save. Ah, en slecht recovery. Force. Aan de kant spelen. Bumpen. Bump doet niks. Verdrietig zijn. Oh, heel verdrietig zijn. Die bump deed echt helemaal niks. Heel verdrietig zijn. Kom op. Pinch. Geen pinch. Ah, net te ver om hier ook wat lekkers mee te doen. En genoeg tijd voor hem om terug te spelen. Ah, die vangt hij perfect op. Dat doet hij heel goed. Huh? Ik raak hem daar niet meer aan en dit is... Wow. Demo, oh, ik heb het verpest. Ik heb het heel hard verpest. Die is over. Ik zou niet in een lekkere... Oké, ik zou opeens in een lekkere positie. Hij geeft hem weg. Ik zag hem springen, maar mijn reactietijd was te laag. Kom op. Ik ben nog steeds niet eens met die tweede goal van hem. Dat hij die recovery zo goed had, na die bump. Ik spring ernaast. Oh,
Nooit. Kom op. Ik spring ernaast. Oh, wat frustrerend. Oh, wat frustrerend. Ja, dit is... Ik sta helemaal niet in een goede positie. Dit is gewoon game. En ik raak de booster ook niet. Wauw, dit is gewoon... Gewoon letterlijk tegen een serieus nu Grand Champ. Niet een oud Grand Champ, maar gewoon een Grand Champ van vorige season. Komen... Ja, ga weg man. Dit is fucking diamond. Nou, dan scoren we samen de goal nog wel. Laat maar zitten. Wat een hinderlijke laatste games. Maar goed. Twee games gewonnen. Twee games helaas verloren. Mocht je de video nou leuk hebben gevonden, doe dan even een duimpje omhoog. Gun me dat abonneetje, zou mij heel erg helpen. En dan zou ik zeggen, tot de volgende video. Later.